Bij een kind tussen de 1 en 8 jaar moet u de volgende handelingen doen. In de eerste plaats bel met uw huisarts, met de centrale huisartsenpost of als die niet bereikbaar zijn met 112 en blijf aan de lijn. Luister naar de instructies die u krijgt. In de tweede plaats maak de mondholte leeg. Dat hoeft u niet voorzichtig te doen. U kunt heel diep met uw vingers in de mondholte gaan om te kijken of u iets kunt pakken of iets kunt verwijderen. Kijk of u succes heeft. Ga een kind ademen of huilen, dan heeft u het goed gedaan. In de derde plaats, draai het kind om met het hoofd iets lager dan het lichaam. En geef vijf keer achter elkaar een stevige tik met de muis van uw hand tussen de schouderbladen. Kijk weer of u succes heeft, dan gaat het kind weer ademen of huilen. Vervolgens, als dit geen succes heeft gehad, draait u het kind om, legt het op de rug en met uw hand boven de navel drukt u vijf keer stevig op de buik en de borstkas. Ook hier geldt weer hetzelfde principe. Door het indrukken van de longen probeer je kracht te maken om het voorwerp uit de luchtwegen te krijgen. Draai het hoofd naar de zijkant en haal nog een keer met uw vingers door de mondholte om dat wat u kunt pakken of eruit kunt halen te verwijderen. Heeft u geen succes, blijf in contact met degene. Die u aan de telefoon heeft, maar mocht het toch niet gelukt zijn om het kind aan het ademen te krijgen of te laten huilen, dan kunt u dit nog een paar keer herhalen, maar op een gegeven moment zult u over moeten gaan tot reanimatie.